Een koekje frisdrank of kop koffie tussendoor, we komen er dagelijks allemaal mee in aanraking. Een groot nadeel, het zijn meestal niet de gezondste voedingsmiddelen die we naar binnen spelen. Gezonder snacken, dat is het doel van start-up bedrijf Just Bites. We hebben eigenlijk een model gedefinieerd om straks snacks en drinks op individuele basis te kunnen gaan selecteren. Net om de gezonde of snacks en drinks die claimen dat ze gezond zijn, om daaruit de beste producten te gaan selecteren. Wel in onze selectie gaan we vooral kijken naar de ingrediënten. Dus welke ingrediënten zitten erin, zijn die ingrediënten oké okay of niet oké. Okay. We hebben een hele lijst waarin we echt onderzoek gaan doen naar ingrediënten. Als tweede kijken we ook naar de verhouding koolhydraten, eiwitten, vetten en vezels, of dat een beetje in balans is. En als derde smaak en textuur. De ambitie voor de toekomst is groot bij de jonge ondernemers. Ja, wel dit jaar is het onze ambitie en we gaan dat ook realiseren. Het is 1 miljoen gezonde pauzemomenten die we gaan realiseren. En het is onze ambitie om, om tegen 2030 25 miljoen gezonde pauzemomenten per jaar te gaan, te gaan realiseren. Om die ambitie kracht bij te zetten, brengen ze de nodige know-how binnen in hun bedrijf. Zelf uh, zijn we ook continu bezig om onszelf, uh, onszelf bij te scholen. We zijn relatief jong, het is een eerste bedrijf. Maar uh, inderdaad, we hebben nu ook een raad van advies samengesteld met mensen uh, die heel wat ervaring hebben binnen specifieke uh, sectoren of binnen specifieke segmenten van de business. Uh, dus ja, we, we hopen met die mensen uh, om, uh, om een klankbord te hebben, een klankbord om onze uitdagingen aan te toetsen en om, uh, om future proof te zijn voor, uh, ja, voor de toekomst. Hè? En die nieuwe mensen zijn niet meteen de eerste, de beste. Nee, we hebben inderdaad een heel mooie adviesraad kunnen samenstellen. We hebben enerzijds onze investeerder Jo, uh, waar we heel veel aan hebben. Maar we hebben samen met hem een, een extra paar mensen bijgezet. Enerzijds Wouter Torfs, die man heeft te weinig introductie nodig, denk ik. Is uh, nog eventjes CEO van uh, Schoenentorfs. We hebben Vincent Jamar. Is uh, managing partner en uh, innovatiemanager bij uh, de Groof Peterkamp. En ook voor, vooral bezig met, uh, met corporate finance. Dus uh, die kan ook bij ons meekijken naar uh, het hele financiële plaatje. En dan hebben we uh, Jaime, Jaime Kuipers van, uh, van ING, dus hij is daar innovatiemanager. De kennis van deze ervaren experten moet Just Buy het op termijn ook aan de man brengen in andere landen. Voorlopig zijn wij uh, act voornamelijk actief in Vlaanderen en Nederland, maar we hebben ook klanten in, in andere landen van Europa, ook wat Scandinavische landen. Dus we zijn zeker klaar om, uh, om ook de andere landen te kunnen gaan bedienen, maar de focus ligt vooral op Vlaanderen en Nederland op, uh, op dit moment.